Levensgenieters, welkom weer bij een nieuwe review bij van Bier en Spijs met Thijs Tijd. Vandaag ga ik een bier reviewen die ik al een tijdje in de koelkast heb staan van een brouwerij. Even kijken. Pigs and Bears Brewing Company. Even wat dichterbij halen. Zodat ik een beetje goed kunnen zien. Dit is het etiketje. Het is een Barrel Aged Carrot Demon Rye or Triple van 13,2% vol. Dus ik ga hier zo meteen reviewen, kijken wat de kleur, geur en smaak is. En ik hoop gewoon dat ik ook nog een lekker gerechtje bij kan voorzien. Wat ik in de andere reviews ook heb gedaan. Maar ik heb hier afgelopen zaterdag een live sessie gedaan. Dus we gaan ook zien, had ik gezegd van ik zou gaan reviewen. Nou, ik ga hem hier voor open trekken. Ik heb hem nou net 10 uur geleden ongeveer uit de koelkast gehaald. Hij voelt al wat meer op kamertemperatuur. Dus we gaan zien wat het gaat worden. Ik heb ook hierboven kom een speciaal standaard besteld. Om s'avonds ook een beetje meer met daglicht te kunnen reviewen op de avonden. Dus ik ga nu even inschenken. Kijken wat de kleur doet. Die ruikt me wel echt wel heel goed. Nou, in ieder geval, zoals je kan zien, een beetje een lichtbruine. Blond kleur heeft hij, schuim krijgen ze om het even toppen. Zoals je kan zien. Dus gaan we zo uit. Ja. We gaan even op de neus doen. Kijken wat de geur is. Het ruikt echt een beetje rokerig, licht rokerig. Niet verkeerd in de neus. Maar echt aangenaam. Het ruikt een beetje naar rood fruit. Echt een beetje het rood fruit moet je denken aan framboosjes, aardbeien, aalbesjes en dat soort fruitsoorten. Dus op zich hij ziet er goed uit. Voor de alcoholpercentage ook van 13,2%. Dus ik ga hem eventjes proeven. Zo zeg ik in ieder geval jongens. Proost! Hij is niet verkeerd, hij is echt lekker. Hij smaakt ook, hij heeft ook een beetje een karamel smaak. Karamel toffee smaak. Ik vind hem erg lekker. Ook omdat hij gewoon een beetje het alcoholpercentage. Ik proef niet zo heel erg in. Het lijkt dat hij wat lichter is qua alcoholpercentage. Als je zo ziet, schuim krijg je ze nog helemaal weg. In het glas. Maar in principe hij heeft wel een mooie koolzuur. Wat erin zit, lichte belletjes ook aan de zijkant. Nu ja, dat ik ook een beetje de geur de smaak heb gehad, merk heel erg ook dat die karamel er ook wel een beetje in terugkomt. Als ik dit bij een dessertje moet doen, zou ik mijn dessertje met karamelsaus doen of crème brûlée. Karamelle is zeer zuiver. Erg lekker. Ik zou eerder bij het ijs doen met karamelsiroop of karamelsaus eroverheen. Want het ijs breekt ook een beetje af. Dat heb ik toch net even iets makkelijke smaak, ook voor dit bier. Zou dit erg, als die erg goed passen. Het bier heet ook Christine. Ik vind hem, ja, als ik hem zuiver moet geven, on tap,
zou ik hem een 4 geven. En dat komt uit ongeveer op een 7,5, een 8. Op zich, ik vind hem erg lekker. Ik ga er lekker van genieten. In ieder geval, als je ik had hem volgens mij bij Beer in een Box besteld. 12 flesjes, daar zat deze dus in. En in ieder geval, ik ga ook in mijn comments even mijn social media. Sowieso, ik heb alleen mijn Facebook. Twitter heb ik helaas niet. Of Instagram, daar doe ik weinig mee. In ieder geval, mocht je Mr. Beers willen opsturen, voeg mij dan toe op Facebook. En geef je een privébericht, geef mijn adres waar je naartoe kan sturen. Mocht je deze video leuk vinden, doe een duimpje. Mocht je meer van me willen zien, abonneer je dan op mijn kanaal. Af en toe ga ik ook live en probeer ook gewoon de reviews te doen. Ik probeer 2 reviews in de week te doen. Ik hoop dat jullie het van genoten hebben. In ieder geval, ga dit biertje kijken of je kan vinden ergens. Of stel je via Beer in een Box. Daarna komt alles wel goed. Ik zeg in ieder geval mensen, op uw gezondheid. In ieder geval, tot mijn volgende review. Of tot mijn volgende luistersessie. En ik wens jullie nog een hele fijne avond toe. Tot snel.